normale racebaan nu te nat. Ik denk dat mij ligt het beter zo het parcours als gisteren. Meer glijden en dat ligt me wel. Ja? Ik vind het wel top, ja. Op het einde van de eerste ronde reed ik al bij de kopgroep. En dan was het vooral proberen positie te houden. En op 3 rondes van het einde had ik de leiding en ik hoorde dat ze achter mij gevallen waren. Toen had ik gelijk een gaatje en heb ik gewoon vol doorgereden tot op het einde. Ja, ik ben wel tevreden. En, eigenlijk na een hele slechte winter had ik vandaag eigenlijk weer het gevoel dat ik... dat ik weer wat meer power had als voorgaande wedstrijden, dus ik ben wel heel tevreden met de tweede plek. Ik was mijn tempo aan het rijden en zo een beetje minder. En dan keek ik achter mij en ik zei terug aan het komen, dus heb ik de gas terug vol open gedraaid en tot aan het finish doorgereden. Dat was hem dan, dag 1 van de Sang-Yong Benelux Cup hier in Nieuwkuik. Het meeste goud ging vandaag naar België. Zal het morgen anders zijn? Aan de Terpstra met Giel van der Heijden. Morgen gaan we het zien. Later!